0-0, de heenwedstrijd uit bij Emmen. Is dat nou eigenlijk een uitslag waar je tevreden mee kan zijn? Ja, denk ik wel. Ik denk als je wat je zegt in een uitwedstrijd 0-0 speelt, dan moet je daar vandaag wel tevreden mee zijn. Alleen ik denk, we moeten gewoon een penalty hebben. En misschien de kans van Muren was groot. Dus maar wat je zegt, als je een uitwedstrijd 0-0 speelt, dan moeten we het zondag afmaken. Toch vind ik hem, als ik eerlijk ben, in de play-offs vind ik hem altijd tricky. Zo'n 0-0 in de heenwedstrijd uit. Omdat er hoeft maar één bal verkeerd te vallen. En je kan zomaar de paniek hebben. Ja, nee, dat klopt. Alleen als je vandaag ziet naar ons, dan staat het wel goed achterin. En hebben wij gewoon vol vertrouwen dat we dat zondag ook kunnen doen. En dan moeten de jongens ervoor in het gaan doen. Ja, jij onderscheidt je vandaag op een paar momenten. Maar ik kan me voorstellen dat je ook liever dat niet had hoeven doen. En dat de bal wat meer aan de andere kant was. Ja, nee, dat klopt. Maar wat je zegt, ben belangrijk geweest. En sowieso die bal in de eerste helft natuurlijk. En rustig gebleven en prima pot gedaan. Is dat fijn na wat kritiek die er misschien ook is geweest? Ja, het is altijd fijn om weer een lekkere wedstrijd te keepen en rust uit te stralen. En ik denk dat dit wel op een goed moment komt. Ja. Je refereert zelf wel even aan misschien wel het meest bepalende moment van deze wedstrijd. Hè? Dat moment met die videoscheidsrechter. Heb je zelf de beelden al teruggezien? Nee, niet. De jongens allemaal wel. Die zeiden allemaal, het is gewoon een penalty. En daarom snap ik het ook niet dat hij zo vaak heeft teruggekeken en dan dat besluit doet. Dus we kunnen niks meer aan doen en op naar zondag. Ja, maar het is wel apart, je hebt dan dit systeem. Hè? Het wordt teruggekeken. En dan nog kan zo'n beslissing, laten we eerlijk zijn, gewoon fout uitvallen. Ja, alsnog blijft het gewoon een beslissing van de scheidsrechter. Wat hij ziet. En daar moet je mee dealen. En dat is vandaag gebeurd. En laten we daar niet meer over hebben op naar zondag. Weet jij of jij zondag ook weer aan de bak moet? Daar ga ik wel vanuit. Volgens mij heeft de trainer in een ander interview al gezegd dat ik ga spelen. Dus ik ga er wel vanuit. Dus zondag sta ik er weer en dan moeten we het afmaken. De belangrijkste vraag is natuurlijk, gaat het goed komen? Kun jij de mensen geruststellen, die garantie geven? Wij gaan het afmaken zondag en mooi ook, denk ik.